Is het nu tijd voor de Slovaakse inzending? Hier zou eigenlijk nu moeten spreken de deputy van de Slovaakse ambassade, de heer Jozef Kozlita. Maar ook hij is verhinderd. Hij zit geloof ik ergens vast in een auto tussen Brussel en Voorburg. Maar daarvoor in de plaats hebben wij Sylvia Swan, die namens Slowakije een korte toespraak zal houden. Sylvia. Your Excellencies, distinguished guests, dear organizers, music lovers, music players, ladies and gentlemen. Today I have the pleasure to represent the Embassy of the Slovak Republic to the Kingdom of Netherlands at this beautiful celebration of classical music. Unfortunately, our ambassador, Mr. Juraj Machacz, could not join us this evening, but he sends his warmest regards. Therefore, I have the unique pleasure to take this opportunity to express my sincere gratitude to the municipality of Leidschendam-Voorburg for hosting this beautiful event again this year. My special regard goes to the team of organizers who have worked really, really hard to plan this beautiful festival this year for all of us. Thanks to your endeavors and hard work, we are able to enjoy this beautiful music evening where very talented young artists from the very heart of Europe are playing for all of us. Music is the only universal language that needs no translation. That is not my words, unfortunately, but the words of very famous German Jewish author and poet Bertolt Auerbach. Well, in times like these, when there is a lot of uncertainty, we really need to look for things that unite us, and the music certainly does. In today's concert, the Slovak Republic is represented by two very talented young musicians, both graduates from the Eugen Suchoň Art School in Pezinok, Ms. Martina Pepuchová, who is playing the flute, and Ms. Magdalena Lecová playing the cello. They will be performing two pieces for us. One is Pastorale per flaute solo by modern Slovak composer Marian Varga, and the Autumn Song without words for flute, piano, and cello. Martina, who is 21 years old, lives in Pezinok and studies flute at the Academy of Arts in Banská Bystrica. She plays the flute for more than a decade, and she has become her faithful companion throughout her life. Magdalena is also 21 years old and lives in Pezinok. And since September, she's studying in Brno at the conservatory. Cello inspires her and gives her a meaning every day. So without further ado, ladies and gentlemen, please enjoy the beautiful music. Thank you very much.
U had nog één naam niet gehoord. Dat was van mevrouw Lidia Cibulova op piano. En zij begeleidde dus Martina en Magdalena. Het is nu tijd voor de Poolse afvaardiging. Daarvoor geef ik graag het woord aan de counselor, volgens mij even tijd als ambassaderaad, de heer Radek Rinewicz. Dear excellences, dear guests, and dear musicians, on behalf of the embassy of the Republic of Poland, I'm honored to be here with you today and enjoy the beauty that comes from music. We are pleased to have had a great and excellent cooperation with you, and would like to thank you all. We have a special night today, and so without taking time, the artist time, I would like to introduce to you Unmasked Quintet. Proszę wejść na scenę. So we have Rosalia, Adriana,
another Adriana and Antoni. They are very talented, young, open-minded and sensitive people from Poland. They are not only musical group, but they are a group of best friends. So they are going to present you Dance Macabre, and enjoy the music. Thank you.
we zouden nu aan het eind zijn van het programma. Maar we hebben besloten om het Harrisfestival proberen uit te breiden met naast de vier Visegrad-landen, zoals je net heeft gehoord, Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije, ook te kijken of we misschien toch een Benelux-verband zouden kunnen inrichten. En vandaar dat het een groot genoeg is om een Vlaamse afvaardiging vandaag te mogen verwelkomen bij het Harrisfestival. En de Vlaamse inbreng zal worden gepresenteerd door Hella Zoutenbier van de Vlaamse afvaardiging in Nederland. Excellenties, dames en heren, welkom. Het is heel slecht licht. Zo. In naam van de diplomatieke vertegenwoordiging van Vlaanderen in Nederland wil ik eerst en vooral Annette Weijermans en haar team van harte bedanken. Dankzij jullie krijgen solisten, muzici, ensembles de kans om te schitteren hier in het mooie Huygenskwartier. Vanuit Vlaanderen zijn drie jonge muzici naar Voorburg gekomen. Alle drie spelen ze drie keer in het programma Internationaal Jong Talent. Robin de Bakker uit Perk zal Romance Opus 26 van de Noorse componist Johan Svetsen spelen. Al van toen ze 5 jaar was, speelt ze viool, maar ook andere instrumenten. Ze speelde bij het Remix Orkest en zij is concertmeester van het Amai Jong Symfonisch Orkest in Antwerpen. Het tweede stuk zijn van de zusjes Shena en Alicia de Keulenaar uit Bever en Waas. Zij zullen het Praludium en Allegro van de Oostenrijkse componist Fritz Kreisler voor ons spelen. Alicia's passie voor de viool begon toen ze 4 jaar oud was. Nu speelt ze al eerste viool in het juniorenorkest van Amai en het strijkorkest van de Academie van Beveren. Shena ontwikkelde een passie voor de piano, maar zij speelt ook graag viool. Haar interesse gaat vooral uit naar kamermuziek en naar begeleiding. Heel veel succes aan de muzikanten. En voor u, geniet van het optreden. Dank u wel.
Thank you.
Een klein kaartje vasthouden, dat gaat nog wel. Your Excellency, honorable guests, ladies and gentlemen, excellentie, geachte aanwezigen. We zijn aan het eind gekomen van het openingsconcert. En wat ik werd bedacht, is we staan hier in Leidschendam-Voorburg. In Voorburg, in het Huygenskwartier. Op deze plek, de Oude Kerk. Met een prachtige akoestiek, met een prachtig orgel. Maar het wereldtoneel is anders. Maar dat wereldtoneel hebben we wel vandaag even hierheen gehaald. En u heeft gezien, muziek verbindt. Dat is ook de doelstelling van het Huygensfestival. Het verbinden door muziek. De jonge muzici, door dansers, met gedichten, het maakt niet uit. Het is al gezegd, de taal die er even staat, is ook de taal van de muziek.
Ik wil u heel hartelijk danken voor uw komst. Wij gaan nog een heel druk weekend tegemoet als organisatie. Dat doen we met liefde. Met liefde voor de muziek, met liefde ook voor het publiek. En ook met liefde voor de muzici. En ook aan hen, ik zou zeggen, een heel groot applaus nogmaals voor hun bijdrage. Daarmee wil ik het openingsconcert beëindigen. Nogmaals dank voor uw komst. Voor de genodigden is er nog een receptie. En u wordt verzocht om achter de achteruitgang te nemen. En ik zie u graag terug bij een van de andere optredens deze week, op dit weekend. Bijvoorbeeld het slotconcert. Dat zit al heel ver weg. Maar bijvoorbeeld het slotconcert op de zondag, ook hier in de Oude Kerk. Maar ik zou zeggen, kijk in het programma op de website. Er is echt heel veel te beleven op muzikaal gebied. Heel divers en ook heel mooi. Dank u wel. Thank you.